Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesRoom. En in deze video heb ik in plaats van een gewone commentary over Call of Duty, heb ik even nieuws over Call of Duty. En niet zomaar een Call of Duty natuurlijk, maar de nieuwste Call of Duty die net natuurlijk uit is. World War 2 natuurlijk, een super awesome Call of Duty. En ik ben daar super hyped voor. Ik speel nu best wel veel en ik vind het ook gewoon leuk om te doen. En daarom dat ik nu ook gewoon heel veel Call of Duty World War 2 video's upload. Dus ja, ik heb hier even een nieuwtje voor jullie, wat denk ik ons allemaal wel eigenlijk interesseren, die World War 2 spelen natuurlijk. En ik dacht eerst van toen World War 2 uitkwam, toen we natuurlijk de beta konden spelen van, yo, is er weer een nuke in de game? Natuurlijk een 30 kill streak of zo, net zoals Black Ops 3, waar je natuurlijk voor ging strijden tijdens dus domination potjes of gewoon games gewoon waar je heel erg lekker in ging en je lekker streakje opbouwde. En ja, die zat erin. Dan was de Vicious Man natuurlijk een 30 kill streak met je wapen. En volgens mij is dat zelfs ook een 30 kill streak met score streaks. Ik weet het niet zeker. Ik dacht het persoonlijk. Als ik het fout heb, laat het even achter in de reacties. Ik dacht dat het gewoon ook met score streaks kon. Maar anders gewoon een 30 streak. Ik dacht van, wordt het weer zo? Ja, ik heb in Black Ops 3, ja, toen ik mijn eerste natuurlijk nieuw haalde, dacht ik helemaal van, oh my god, holy shit, fucking sick. En de andere, ja, de tweede nieuw natuurlijk ook. Het was wel nice om te halen, een nucleair, maar het gaf je niet echt een beloning. Na één keer had je al de calling card die je eigenlijk kon vrijspelen. Als je een nuke had gehaald natuurlijk, voor trofee eigenlijk. Alleen, ja, dat was het. Je kreeg alleen zo'n medaltje natuurlijk bovenin. Het was hem nog steeds wel super sick om te halen, maar het was niet, voor mijn gevoel, niet zo vet zoals de vorige Call of Duty's. Want je hebt natuurlijk, in Modern Warfare 2 had je natuurlijk een MOAB. In Modern Warfare 3 had je ook een MOAB. Wat natuurlijk super sick is. Er komt zo'n bom. Alles gaat slow, je knife en je doet allemaal shit als die afgaat natuurlijk. En je ziet opeens een hele enemy team doodgaan. En dat was een 25 gun streak. En dat is super awesome. Dat was super awesome. In Ghost had je natuurlijk dat ook. En toen in de Black Ops serie had je dat nooit. De MOAB is dus terug in Call of Duty World War 2. En dat is super awesome. Ik dacht van, ja, nucleair, hè. Zo'n Vicious Medal heet dat trouwens nu. En ja, boeien zou ik maar zeggen. Het is natuurlijk sick om te halen, maar hè, ik vind het wat minder dan een MOAB. En er zit dus een soort, ik noem het even een MOAB. En hij heet de V2 Rocket. Zo heet het. Het is een raket dus wat vanuit de lucht op de map inkomt en hetzelfde effect een beetje heeft als een MOAB. Het ziet er niet helemaal super mooi uit. Ik zou ook al anders even mijn gameplaytje op de back afspelen. Want ik kwam deze gameplay tegen en ik dacht van, holy shit, dit moet ik even met jullie delen. En ja, ik ben er super, ja, hyped voor om natuurlijk zo'n MOAB te halen. Zo'n V2 Rocket. En ik wou het gewoon even met jullie delen natuurlijk. Het is trouwens een 25 kills streak. Dus je moet gewoon 25 kills halen, net zoals de MOAB Ghost in de Modern Warfare series natuurlijk. Er is één twist aan hoe je het kan halen. Als je gelijk in de game komt en je bent level 1, dan kan je hem nog niet halen. Je kan nog niet het eerste potje voor de V2 Rocket gaan. Je hebt dus zeg maar divisions in World War 2. En met die divisions moet je dus iets gaan doen. Voordat je de V2 Rocket eigenlijk unlockt, eigenlijk als score streak zou ik maar zeggen. Dat is dus dat je alle divisions één keer, minimaal één keer moet hebben geprestigd. Dus ja, je moet gewoon met alle divisions een keer spelen totdat je level 4 hebt bereikt natuurlijk. En dan precies je naar precies 1. Daarna hoef je ook niet meer te precies. Het is gewoon alleen precies 1. Ik weet niet waarom, maar dat is zeg maar het ding waarom hoe je de V2 Rocket unlockt. En als je dat hebt gedaan, kan je dus de V2 Rocket gebruiken, gaan halen. Proberen 25 killstreaks te zetten. Waarschijnlijk is dat wel alleen met je wapen. In ieder geval, dat zie ik in gameplays van mensen die het al hebben gehaald. En ja, dus dat is zeker super zeker dat er natuurlijk in zit. Persoonlijk vind ik deze Call of Duty heel erg moeilijk om een hoge streak op te bouwen. Want mijn KD is ook niet zo goed vergeleken met andere Call of Duty's. Ik ben eraan het werk om het gewoon beter te krijgen natuurlijk. En ja, ik ben gewoon super, super hyped voor dit. Want ik wil het echt halen. Ik wil ook gewoon een keer, ja, ik wil gewoon een MOAB video een keer uploaden van deze Call of Duty. Dus ik ga er zeker voor strijden. En dat wou ik gewoon even met jullie meegeven. Ik wist niet of, ja, ik wist het persoonlijk niet. Vandaag kwam ik er pas achter. En ik dacht, ik share dit nieuws even met jullie. Ja, maar misschien zijn er ook wel mensen die het ook nog niet wisten. En dan, Dus ja, jongens, dat wou ik gewoon even zeggen. En ja, dat is super awesome. We gaan gewoon lekker de World War 2 grinden natuurlijk streamen. Video's komen er allemaal aan, jongens.
Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet niet zeker om deze video een duimpje omhoog te doen. Dat zou ik super doof vinden. Abonneer op mijn kanaal. En jongens, thanks voor de support. 10 uur staat in deze video. Later.